In het buitenland van Rhône hebben we heel veel nestkasten opgehangen afgelopen jaren. Voor de doelsoorten, voor ringmussen, voor gekraagde roodstaarten, voor grauwe vliegenvangers, voor steenuilen, torenvalken. Heb je nog geen nestkast, is het een mooi moment om een nestkast aan te schaffen. En als je wel een nestkast hebt, is het goed om hem nu schoon te maken. Want de vogels willen graag een schone kast. Deze kast is nog niet schoongemaakt. Het zit helemaal vol met nestmateriaal. En, als je het eruit haalt, hebben ze weer ruimte om een nieuw nest te bouwen. En in die nesten kunnen parasieten overwinteren. En als je het eruit haalt en netjes schoonmaakt, dan hebben die parasieten minder kans om een vogel lastig te vallen. En hebben de vogels weer een schoon huis. Dit is een nest van een ringmus. En de ringmus maakt een soort afdakje boven zijn nest. Een mees die maakt alleen maar een bodempje van strootjes en mos en veertjes. Maar een ringmus die sleept zijn hele kast vol. Je kan het nest in de groenbak gooien, maar je kan hem ook gewoon eventjes in de tuin leggen. Of zoals hier in de houtwal proppen. Dan is het gewoon natuurlijk materiaal, dus dat verteert weer. En dan is alles weer op zijn plek.